twee nieuwe gele brandweerwagens voor de brandweer Barendrecht, die overgedragen worden aan de gemeente en naar de brandweer. Hier een motorspuitaanhangwagen. Hier denk ik de TAS. Wat betekent dat? Tank autospuit. Die tank autospuit, daar bedoelen we dit mee. Die hebben een tank in de auto voor de eerste klap te geven. Want de aanval moet zo spoedig mogelijk gebeuren. En in de tussentijd wordt dus het materiaal verder bij elkaar gebracht. Zodat we ze dus zo gauw mogelijk maat kunnen geven. Dit is erg militaristisch, hè? Ja, dat klopt. Dat was toen zo. De overdracht werd officieel gedaan. En de witte helmen, dat was dus weer iets nieuws. Want die zwarte helmen zag je nooit als het in een donker huis was. Kijk, hier heb je een motorspuitaanhanger. Een speciale wagen. En dit was waarschijnlijk in het gemeentehuis. Dat was Van het Hof aan het woord. Ja. En hier werd een slang uitgerold als demonstratie. En dat vond de jeugd natuurlijk heel mooi en leuk. Vandaar dat ze tegenwoordig ook zeggen, wie de jeugd heeft de toekomst. Dus de jonge lui komen bij de brandweer. En die slangen moesten zo recht mogelijk uitgerold worden. Want als dat niet heel zo was, dan ging het soms niet goed. Hier wel aardig wat mensen die kwamen kijken. Hier ook van het gemeentebestuur en de genodigden. En dit vond allemaal plaats daar zo voor het gemeentehuis. En de mensen die dus, laten we zeggen, aanrukten, was altijd, de wagen mocht pas weg als er 8 personen waren. Hier heb je een draagbare motorspuit die vanuit de brandweerwagen gepakt kon worden en ter plaatse neergezet kon worden en ingezet. Hier werd verlichting gedemonstreerd. Kijk, hier werd het materieel lag voor de motorspuitaanhanger. Hier heb je de kettingzaag en andere hulpmaterialen. Want als er een boom omgewaaid was of een aanrijding met een auto, dat er dus de chauffeur gered moest worden of eruit gehaald moest worden, dan moest het allemaal kort en krachtig snel gebeuren. Nou, aardig wat meer het publiek en veel bekijks voor die nieuwe wagens. Kijk, en dat is nou? Dat is nog de oude Austin. Die hebben ook nog aan de kerkweg gestaan. Kijk, en hier hebben ze denk ik waarschijnlijk een klein brandje naast het elektriciteitshuisje. Dit zal toch een hele demonstratie geweest zijn, dus bewust aangestoken. En dat zal dan wel gebeurd zijn op het vlak, want dat was er een mooi plekje om dat te doen. Oh. Maar die rook, mocht dat zomaar? Nou, klaagden de winkeliers niet? Tegenwoordig zouden ze dat waarschijnlijk niet meer doen zo. Kijk, hier komt nog een tankautospuit aan de Binnenlandse Baan op, of de Baanrechtse Weg op. En daarachter zie je nog de oude pastorie van de gereformeerde kerk. Kijk, en hier staat hij vlakbij de stoomrit de Klerk aan de Dorpstraat, beneden. En dat noemen wij dan het onderlangs, hè? Ja, en hier wordt met hoge druk wordt dit brandje geblust. Ja, want dat is weer aan het vlak, hè? Dat is op het vlak. Op het vlak, en ik vermoed ook dat dit dus de autobanden waren die ze altijd met oud en nieuw in de fik steken. Dat zal nou niet meer mogen gebeuren. Kijk, en hier waarschijnlijk weer een demonstratie van de brandweer waar zij een brandje in de motor van een bus. En dat is aan de stationsweg zo te zien, want je ziet...
De aanval doen ze altijd even met zo'n poederblusser, met een handpoederblusser. En daarna hebben ze een grotere aanwagen poederblusser bij je. Kijk, dan wordt nou een hele tijd gebracht om verder achteraf te werken. En de velvoerder die houdt alles onder controle, dus die bekijkt of alles goed gebeurt. Dat was dan Pietje Schoot. Die was ondercommandant. Die had een algemeen overzicht. En als jij voor in de wagen zit, dan was hij ook. De velvoerder. Kijk, je ziet hier een aantal jongens, die zijn waarschijnlijk uitgenodigd. Die mogen de brandweerwagens bekijken. Er is genoeg animo voor. En hier Frans van der Mark, die zit bij een jongen, die zit aan het verdeelstuk. Die draait de spindels open om de slang van water te voorzien. Want hier zijn ze met een soort wedstrijd bezig. Dan spuiten ze door een gat heen en eronder staat een emmer en die moet gevuld worden. En waarschijnlijk zo wie het meeste water opgebracht hebt, die zal waarschijnlijk gewonnen hebben. Maar ze hebben goede kleding aan. Wat ze dat vandaan hebben, dat weet ik niet, maar ze zien er goed uit. Ze hebben een mooie helm op. Maar het zal wel lachen geblazen zijn voor die gasten. Ja, dat vinden die jongens ideaal natuurlijk, want als je eenmaal zo'n brandspuit in je hand hebt en je bent met water bezig, dan word je zo fanatiek als maar zijn kan. Het als je bij de vrijwillige brandweer zat, dan moest je werken en wonen vlakbij de kazerne. Dit gebeurde natuurlijk ook om je eigenlijk nieuwe vrijwilligers uit gewoon rukken voor een brand of een ongeval. Voor de dus vandaar de dat toekomst, er natuurlijk een hoop mensen die belangrijk kenden, je moet toch proberen mensen te krijgen. Zoals. En als je dan als chauffeur nog de oude Leende Boom nam, of je nam dus, laat me zeggen, Vanille, die zat in een sigarenwinkeltje, en dan was er altijd nog eentje van de aannemers bij, en dan zaten ze bij Onnik er ook nog eens een keer bij, en dat was dan Leo van Wijk en Adema Belis en Arjan enzovoorts. Van Hoogwegen met de commandant van het Hof en de heer Jiskoot hier bij een demonstratie met de jonge kinderen op het plein voor het gemeentehuis. Kijk, hier moeten ze door de gat spuiten en eronder staat een emmer en die moeten ze ook weer vullen. En dan moeten ze zo mogelijk water in een andere tank gooien en kijken wie de meeste water verplaatst had. Die had dan gewonnen. Dat was natuurlijk altijd voor die jongens interessant, van wie het meeste water gevangen had, zeg maar.
natuurlijk een hele strijd. Want ze zijn zo fanatiek als men zijn kan. En ze hoort het ook. Er zijn aardig wat ploegen zijn er bezig. Of dat van de scholen uitging, dat durf ik niet te zeggen. Jij, Arend? Ik denk ook meer dat het dus met een feestje was, want ze zitten allemaal in de oranje kleding. Ja, we staan er met oranje misschien, ja, maar we zien het in de Koninginnedag gebakken ook. Of met 5 mei, dat zou ook nog kunnen. En ze moesten gericht spuiten, want anders dan kregen we allemaal niet zoveel water in die emmer, hoor. Het kan ook zijn dat de ene ploeg zeg maar oranje is. En ja, de andere geel. Dat zal dat zijn, dat denk ik ook haast wel. De Streefkerk. Juist, dat was Streefkerk, die later invalide geworden is. Kijk, hier wordt nog even uitleg gegeven aan de jongeren hoe zo'n motorspuit aanhanger werkt. En daar was Theo Vogelaar heel goed in. Kijk, in ieder geval Raamsdonk. En die jongens waren ook niet vies om elkaar even auto eens een beetje nat te maken. En dat vonden ze het leukste wat erbij was. Altijd. En er was nog heel wat bekijks. En misschien haalden ze daar het water wel ook nog uit die fontein. Want vroeger was er een fontein op het plein. Ja, dat hele plein is aardig veranderd, hè? Ja. Hier hebben we de prijsuitreiking door burgemeester van Hoogwegen. Kijk, die kreeg een vaantje. Terwijl je ziet dat het allemaal jongens zijn bijna. En vroeger waren er nog geen meisjes bij de brandweer. Maar nu moeten we uit gaan kijken, want ze overtreffen de mannen ermee. Ja, de meiden zijn ook af en toe wel eens fanatiek, hoor. Kijk, die heeft de eerste prijs volgens mij, want die hebben een heel mooie beker. En hij is er bijzonder blij mee.